Ik dacht altijd dat jullie oefenen op de boot van Björn. Doe je dat niet meer? Dat doen we niet meer. En waarom niet? Omdat we nu een oefenruimte, zeg maar, ruststudio hebben. En dat ik mijn boot weer kan gebruiken als woonboot in plaats van studioboot. Nou, hij stond zo vol dat ik echt... dat als mijn ouders bijvoorbeeld op visite kwamen, dat mijn moeder op de versterker zat. En mijn pa met jackkabels in zijn nek. Dus dat is leuker om in een studio te hebben en dan thuis komen dat ik gewoon thuis ben. Dus echt wel uit praktische overwegingen. Ja, vooral. Het is heel leuk, maar het is vooral dat ik weer gewoon ook een beetje een woonplek heb. Dat is echt ook wel te gek hoor. En deze studio is echt waanzinnig gewoon. Dus dit is eigenlijk nog beter dan op de boot. Ja, je zegt studio. Jullie nemen hier ook op? Nee, maar dat zouden we wel kunnen doen. Er staat genoeg spullen om iets op te nemen. Ja. Oké. Okay. Maar je neemt hier dus niet op? Nog niet, nee. We zijn overal bezig met repeteren voor de aanstaande tour. En dus van opnemen komt niet zoveel. Maar af en toe verzinnen we nieuwe dingen en zo. En die zouden we eigenlijk wel willen opnemen. Dus we gaan er binnenkort wel mee beginnen. Ja, oké. Okay. Ja, in de oefenruimte. Hoe ziet een oefensessie bij jullie eruit? Gaat het heel gestructureerd? Of als jullie, ten eerste als jullie aan het schrijven zijn, gebeurt dat jammend of wordt er thuis aan gewerkt? Vaak, ja. Ja, toch? Ja, vaak wordt het wel. We praten in ieder geval daar niet echt over. We zijn weinig aan. Nou, dan gaan we dat nu eens doen. Dan gaan we dat nu doen. Ja, precies. Daar moeten we echt aan wennen. Ja. Nee, maar dan beginnen we gewoon herrie te maken. En dan op een gegeven moment denken we van wauw. Dan gaat het automatisch dat je dat dan langer doorspeelt of zo. Of dat je er wat mee doet met iets wat tof is. En dan ontstaat daar een nummer uit. En dan, als je dan de volgende keer dat nog hebt onthouden en je gaat het weer spelen, dan betekent dat wel iets. Dus als het volgens onze maatstaven niet goed genoeg is, dan komt het ook niet meer terug. Dat gaat vanzelf, appt het weg. Dan kan je misschien nog een paar keer spelen, dan zijn we onrustig en dan komen er weer nieuwe dingen. Ja. Die zijn dan belangrijker. Ja, okay. Zo filteren we heel de tijd onszelf. Maar het is dus vrij puur vanuit een jam. Je begint te spelen en... Soms heb ik ook wel eens thuis een klein melodietje. Maar dat zou dan hoogstens een uitgangspositie zijn. Dat ik dat hier eens doe en dan meestal is dat niet meteen wat, maar dan komt er wel iets anders uit. En, dat kan dus ook, hè? Een soort vertrekpunt. Ja, maar het zijn vaak toevalligheden, zeg maar, zo. Dat we dan tijdens het jammen, dan bijvoorbeeld hoor ik hem iets spelen en dan anticipeer ik daarop. Of andersom, weet je wel. En dan is dat op een bepaalde manier trekt dat ons en dan is dat, zeg maar, gaan we daar op verder. Maar het is veel dingen zijn op... louter toeval gebaseerd eigenlijk. Kun je een voorbeeld van geven? Van bijvoorbeeld een nummer van de nieuwe plaat dat heel per ongeluk is ontstaan? Zo? Nou, of heel per ongeluk. Loverboy? Ja, Loverboy. Ja, precies. Hij speelt dat melodietje van Loverboy. En dan, dan komt die drum erbij, zeg maar. En dan klinkt dat nogal campy en zo. En toen een beetje gay. En dan, toen dacht ik van, dan ga ik een beetje mijn hoog stemmetje bijzingen. En dan weet je wat, dat ging dan. Dan word je dan ook een beetje zo. En dan begin je hard te beuken of zo. Dus dat blijkt dan opeens de break te worden. Die laat je nog een keer terugkomen en zo. En, dat is wel te gek, hè. Dan nemen we dat op. En dan, binnen een half uur gingen we de knop aanzetten. En toen hebben we het meteen opgenomen. En, niet wat er op de plaat gekomen is, maar wel wat je op YouTube hebben we een clipje dat we meteen de dag erna hebben gemaakt. Ja. Nou, en die opname, dat is de allereerste opname die we van het liedje hebben, een half uur nadat het nummer ontstaat. Ja, eigenlijk ontstaat daar het nummer. Dus een half uur daarvoor hadden we het eerste dingetje. Om het niet te vergeten, zetten we die knop op aan. En tijdens dat we dat opnamen voor de eerste keer, ontstond ook de structuur. Dus waar de refreinen en en eigenlijk exact die structuur hebben we nog steeds. Ja. Maar meer aangekleed op de platen.